Niet helemaal normaal dan. Oh, sorry. Oh my god. Wij zijn de Smurven. Zo. Ik zie dat niet, Marijn. Marijn. Nou. Nou, zeg. Nu boven zo. Boven zo. En dan is je. En dan is het. Ah. Hey, oh. What's up? Ik ben hier met een roze prinsesje. Pirouetje, pirouetje. Ik ben even komen buurten bij Marijn. Ik moest het ophalen in Amsterdam. Dus ik dacht, ik rij even door. Kom ik even gezellig buurten. Bij de Pino. Bij de Pino. De roze Pino. Ja, de roze Pino. Ja. Ziet er goed uit. Ja, vind je leuk? Ja, dat is voor samenwerking. Ja. Voor wat voor samenwerking? Oh, mag ik niet vertellen. Mag je dat niet vertellen? Ja, natuurlijk wel. Oh, wat is het dan? Easy Toys. Makkelijke speeltjes. Ze hebben gewoon een samenwerking met Easy Toys. Ja. Ik ben er nog steeds jaloers op. Ja, ik hoef niet te zwaaien met dildo's of zo hoor. Gewoon een roze pak, that's it. Oh, dan vind ik het een saaie samenwerking. Ja. We gaan even in de Action, gaan we even shoppen. Dus we moeten nu even naar het Easy Toys vak lopen. En dan kunnen we het vinden. Ja toch? Voor je samenwerking. Schattig hè dit. Wat is dat? Het zijn onderbroeken voor kinderen, dus laten we dat gewoon maar even niet doen. Nee, we hebben even ballonnen nodig, we hebben partypoppers nodig, we hebben sticky notes nodig, helium hebben we nodig. Eén tank? Ja. Hey, is dit ook leuk? Van die glow rings en glow, maar die moet je eerst in de vriezer leggen. 30 ballonnen. Gaan we je haar holzen maken? Ja. Ga je niet doen, hè? Je hebt net helemaal niks gedaan. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Mag ik dit in jouw haar doen? Ja, is goed. Ja, toch? Oh, dat vind ik leuk. Of ben je groen? Of ben je een combinatie? Maar maak dan alle kleuren van de regenboog. Okay. Ja, want het staat erbij. Dus een feest ook, hè? Gewoon elke kleur. Feest. Ken jij de kleuren op rij van de regenboog? Ik ken dat niet hoor, uit mijn hoofd. Geel, oranje. Ik heb geen idee. Je kunt gewoon googlen, gelukkig. Ja, maar ze hebben ook niet alle kleuren. Ik kan ook zo'n gay vlag maken gewoon van mijn haar. Nou, we kunnen ook gewoon alle kleuren. Ja. Jij mag de kleuren kiezen, oké? Nee, jij wil het doen, dus jij moet de kleuren kiezen. Maar dat vind ik ook wel dat ik een beetje roze bij jou erin mag doen, hoor. Want jij bent ook helemaal in het roze. Oké, maar wil je alle kleuren? Ik ben moeilijk in keuzes maken. Wil jij maken? Ja, is goed. Ik maak al. Oké, doe maar rood. Okay. Ik hou van rood. Roze hebben we al, hè? Ja. Fluorerend geel. Oké, ook leuk. En nog eentje dan. Blauw. Blauw? Dat is echt voor de midlife guys. Weet je, als mensen met haar blauw vinden. Nice. Ja, dat is de meest smerige openbaar vervoer wat je hebt, hè? De spuitbus. Oh my god. Ik ben getriggerd door de Easy Toys samenwerking. Nee, maar het is eigenlijk heel simpel. Ze moeten samenwerking doen. Gewoon dat ze leuk dansen. Lekker kleurrijk en plezierig. Dus het is niet iets helemaal geks. Want die indruk krijgen jullie natuurlijk niet. Ja, nee. We houden het normaal. Nou, dat nooit met Marijn, maar we proberen het. Oh shit. Niet helemaal normaal dan. Oh, sorry. Die was waar. Sorry. Oh, sorry. Ik was even verbaasd. Ik denk, ik krijg wel een reactie, maar nee. Ja, ik wist niet wat ik moest doen eigenlijk. Ik kreeg die ballon in mijn bek. Ik denk, nou, ik zou hem wel verdiend hebben. Nee, wat heb ik gedaan? Nee, wat heb ik gedaan, Marijn? Nee, ik weet niet. Gewoon gebeurde ineens. Ik voel me gekwetst. Geslaagd met vlag en wimpel. Oh. Nee, doe normaal. Dat kan echt niet. Tolle kan dat wel. Oh my god. Wij zijn de Smurven. Hoor dat. Zo klonk ik 2 jaar geleden nog. Wow, het blijft een beetje hangen. Ja, het blijft echt hangen. Wacht, zal ik proberen zwaar te praten? Hallo. Dat kan niet. Jij is dan, of durf je niet uit de fles? Wow, het blijft hangen als je niet slikt of ademt. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Ik hoor geen verschil. Ja, hou je weg. Weet je, dat jij meteen weet hoe dit werkt. Ik heb hier echt met Anne de vorige keer. Ik heb het al eerder geprobeerd met dit ding. Hebben we echt een half uur. Hoe werkt dit? Hoe krijg je dit eruit? En wij draaien aan het ding. Maar het moet gewoon knakken, dat loopje. Moet je gewoon knakken zo. Ja. Nou, vroeger was het Intertoys, tegenwoordig is het Easy Toys. Oh, ja, nou, het is wel zo, hè? Ja, het ziet er wel gezellig uit. Ja, je kan leuk slapen vannacht. Ja, het wordt het filmpje van 15 seconden of zo. Ja, echt heel kort. Ja, en dan gewoon ze moet dansen en dan doet ze wat op bed. En nu gaan we wat opnemen in de lift. En dan lekker muziekje eronder, waarschijnlijk van de Bee Gees. Gewoon een beetje van de Bee Gees. Van de Bee Gees. More than a woman. Hier heb ik heel veel zin in. Ik ook. Misschien kan ik wel een cool patroontje in je haar maken. Ster van achter op je hoofd. Ja, een keppeltje. Keppeltje, kan ook. Kan ik heb 3 kruinen achter, dus moet je elke kruin nog een andere kleur geven. Ja. Ja, dat is goed hoor. Ja. Gaan we doen. Ik ben benieuwd of het bakt op jouw bruine haar. Ja, ik moet wel naar de kapper vanavond, dus ik vind het leuk. Oh shit, dat is ook zo.
Ga gewoon zo. Ga kijken wat Hella zegt. Ja. Hella als, die gaat zo zeggen, maat, dat kan niet, het is haram, het is haram. Hella als gelovig, weet je, als goud. Maar dat kan dan niet met dit? Ik weet niet, ja. Ik denk als je eruit ziet als een, ja. Als een piepo. Ja. Nou, als je, moet hij mij niet zien. Nee, Hella is een topgozer. Hella is de enige die mijn fucked up haar kan knippen, want ik heb zo warrig haar. Ik heb overal kruinen, dus Hella die helpt mij door de moeilijke tijden heen. Kijk, zulke kappers heb je nodig. Ja, maar Hella is ook een maatje. Ja, kom ik binnen, kappers, het is zo bijzonder. Dan zeg ik, Hella, mlaat, ja, nee. Zegt hij, alhamdulillah. Zeg ik, ja. Vraagt hij het aan mij. Zeg ik, ja, hamalit. En dan helemaal leuk. Ik versta er geen kut van, maar... Ja, weet ook, Marokkaans kan praten. Precies. Ja, avond dat wij gingen stappen. Hij heeft echt, denk ik, een uur lopen lullen met mensen. Hoe heet die ook weer? Zeki of zo? Geen idee. Maar ik probeerde het ook te leren. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik neem wel een bijschool bij Zeki. Ja, maar ik kan het niet hoor. Ik ken alleen kleine woordjes. Ja, maar het klinkt wel heel interessant alsof je het wel kan. Ja, maar het gaat erom dat die gasten het zo leuk vinden dat je iets van hun taal en cultuur begrijpt. Dat is zo leuk. Dat is zo. Shout-out naar alle Marokkaanse broeders, ik vind het helemaal goud. Ja. Dus ik vind het leuk om jullie reactie te zien als je dan een paar woordjes kent. Nou, ik vind het gewoon interessant. Berbers, nou, vind ik leuk. Ja. Nieuwe talen. Ik vind ook Italiaans fucking interessant. Italiaans. Oh, ik wou dat ik een beetje een talenknobbel had, maar nee, het is me niet gegund. Kim Offrey is. Google vertalen, dat is misschien handig. En als jullie je dan afvragen hoe het is om Marijn te helpen met opnames, dan gaan we nu een heel leuk filmpje in beeld brengen, want dit... ik was gelijk bezorgd dat ik de hele kop splijt open. Nou, check it out. Oh, Marijn. Check it out. Oh. Hoe gaat het? Gaat goed. Geen hoofdpijn? Ik denk dat je echt zo'n bult hebt straks. Oh, ik ging hard hè, maar ik vond het vooral grappig. Ja, het hoe kan je dat nou niet zien? Een heel stuk beton. Ja, ik ging gewoon springen. Ik was helemaal zin. Ik spring even van de trap af. Jezus, man. Je komt toch op plafond. Zo, ja, en daar onderuit geschoten, want ik werd meteen teruggebounced. Weet je wat het is? Ik dacht eerst van, ja kut, het gaat wel goed met je. En ik, oh kut, hou je lachen. En toen begon jij te lachen. Ja, toen hield ik het niet meer. Nee, dat is een goede TikTok weer. Ja, ik denk dat je echt viral gaat met die hoor. Ja, ik weet het. Als je die post. Ja. 100%. Koppijn, jongen. Maar zo geloof ik. Parasietenbolletje? Ja, laten we een parasietenbolletje nemen. Dat was geen parasietenbolletje. Oké, regenboog of gewoon random Marijntje? Zeg het maar. Ja, doe jij het maar gewoon. Maak er gewoon maar wat leuks van. Dan moet ik zo lekker over straten naar de kapper. Ik vind het helemaal goud. Maar ja, ik zag veel erger op internet. Even kapper Kuipers. Kapper Kuipers. Ga die handen ook omheen doen of zo? Ja, anders heb je shirt gehoord. Ja, oké. Okay. Toch? Ja, is goed. Voordat je allemaal vlekken erin hebt. Ja? Dat is niet goed. Oké, okay, let's go. Doe ik meteen gewoon later. Ik ga me laten schrikken. Let's go! Boom! Wow, schrik jij heftig? Wow, Marijn. Maar ik wou net zingen. Oh my god. Gaan we het hier binnen doen of zullen we het daar buiten doen? Buiten is misschien beter, super chemische geur volgens mij. Ja, denk ik ook. Ja, het is heel chemisch. Oh my. Gaat het lukken? Ik kan nog wel iets anders pakken. Nee, Don, dat ga je niet doen. Hè? Don, dat ga je niet doen. Ja, zo, dat is goed. Dan ligt hij van beneden straks. Nee, joh, gek. Sowieso wel. Mag, heb je iets anders dan? Ja, sowieso. Ik gebruik altijd alles als statief. Ik probeerde dit hier zo tussen te klemmen. Nou ja. Komt er maar. Bij kapper Marijntje. Gaat bijna op mijn bek. Bij kapper Kuipers, hè? Geen beton boven je hoofd. Nee. Jij hebt straks een ergere kop hoor. Dan dat ik heb. Ja, dat is niet zo moeilijk. Oké, ik wil wel roze. Ja, daar wil je mee beginnen natuurlijk. Niet meer wenkbrauwen, hè? Alleen maar hoofd. Ik ben gewoon helemaal in mijn hoofd wat voor design ik wil. Misschien wil ik wel knalroze doen met allemaal verschillende kleuren. Met allemaal spikkels. Zullen we dat doen? Een soort fucked up discobal. Ja, dat gaan we doen. Oh god. Oh, het zit heel dik in, hè? Oh, nee, dat zie je niet hoor. Echt wel? Nee hoor. Ik voel gewoon dat je het ziet. Marijn, je maakt het gewoon nat. Het is gewoon zeiknat. Is het erg of is het niet erg? Nee, is niet erg hoor. Dat zie je bijna niet. Ja, nog even. Kijk, het gaat helemaal zo stomen. Zie je, het stoot helemaal. Ja, ik zie dat toch niet. Zo! Nee, ik zie dat niet, Marijn. Marijn! Oh, dit is erg, hè? Wow, wacht, mag ik eens laten zien? Oh my god. Nou, dit ziet er fantastisch uit. Zijn ogen ook roze toevallig, of niet? Nou, een beetje. Kom, wacht. Ik zie helemaal geen kut. Je hebt sowieso nog een plekje geweest. Oh, nee! Oh, shit! We hebben een druiper. Ja, wacht. Oh, no! Brian, jij zegt dat het niet zeiknat was. Nee, dat is ook niet zeiknat. Maar mijn broek! Oh, meer kut! Ik kan het niet zien. Hou hem daar. Ja, het lekt een beetje. Er zit een stomerij van kapper. Oh shit. Brian. Oh, dat is echt niet ons beste idee. Ik kan het ook niet zo goed het, dan verwacht. Je doet het gewoon echt zo dichtbij, maar je moet gewoon een afstand houden. Moet ik afstand houden? Ja. Oh. Ja, niet van mij hoor, maar van haar. Nu pas je bij mijn vak. Hoe leuk is dat? Ik kan jou dus nu gewoon een kopstoot geven. Je ziet nee! Ogen dicht. Ja.
Je baard is voor ook een kinderen. Beetje nee, nee. Nou ja, je bent wel roze op zich. Je maakt er gewoon een kunstwerkje van. Gewoon ja. Een art project. Precies. I like it, I like Picasso. Picasso. Ja. Ik denk dat we een beetje groen, een beetje kleur erbij. Nou, kom maar door dan. Film eens je boven van jou, anders zie je niet. Ja. Ja, dit is leuk. Dit is heel leuk. Ja? Oh, doen. Word ik helemaal sexy? Ja. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Oké, wat leuk. Marijn, ik voel gewoon dat jij dit gewoon helemaal te leuk vindt. Ja, ik vind het superleuk. Ja, je maakt er helemaal je werkje van. Jongens, jullie kunnen mij inhuren voor al uw feesten en partijen. Of ja. Gewoon een casual dienst. En ik krijg het gewoon gratis voor Swipe Up. Dus wat moet ik terug? Ik begin te twijfelen aan mijn gender voor mijn gevoel. Ja, maar dat doe je al wat vaker. Ik heb het je vaker horen. Oh! Dat is niet waar. Blauw. Heel leuk. Ik twijfel niet aan mijn gender. Zo, op je kraan. Er is niks mis mee. Ik kan bijna twijfelen met haar. Oh, dat vind ik echt. Het ziet er echt leuk uit. Blij dat we stipjes hebben gedaan. Dit is ook gewoon je oprechte stem, dat hoor ik. Je vindt het ook echt leuk eruit. Ik vind het leuk. Oh. Wat denk je als ik zo op een date zou gaan? Dat zou lukken, denk je? Nou. Komt er dan een tweede date, denk je? Nou, ik denk als ze een beetje haar dag heeft. Dan mag je zeker op een volgende date met haar, denk ik. Nou, ik zou bij de tweede date doen. Laten we het daarop houden. Dit haar bij de tweede date? Ja, tweede date. Ik heb toevallig geen date staan op het moment. Dus... Nee? Jij ook wel? Of ook niet? Of... Nee, eigenlijk niet. Oh, doe wat volgende week. Toevallig heel druk volgende week. Duidelijk. Ja, hè? De week daarna ook zeker? Die week de week, ja, precies. Ik had laatst iemand die op het station mijn nummer vroeg. Ja. Het is echt super awkward. En wat doet Marijn? Ja, ik kon gewoon... Het werd zo ongemakkelijk. Ik kon gewoon niet anders dan hem geven. En hij zei het heel netjes. En eigenlijk komen nooit mannen naar je toe om je nummer te vragen. Gewoon heel netjes. Hey, vind je een knappe dame? Mag ik je nummer? Dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk, maar het was niet per se het type jongen waar ik op viel. En toen appte hij me helemaal vol van, ja, wanneer? Toen belde hij me ook nog. En toen dacht ik echt... Wat heb je toen gedaan? Toen heb ik gezegd, ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer. Nee, ik... Je bent te lief. Je moet dan... Ik moet dan gewoon meteen mijn nummer eigenlijk niet geven, want het is ook van dom om je nummer te geven. Maar wat als hij nu kijkt, wat wil je tegen hem zeggen? Dat hij goede manieren heeft? Ja, nou. Hartstikke leuke jongen, maar niet voor mij. Sorry. Oh, what a day. What a day to be alive. I feel absolutely amazing. Exhausted. Wil je ook een beetje in je baard? Ik heb zelf geen nieuwe eruit ziet. Kan ik naar de spiegel lopen of ben je nog niet klaar? Ja, ik ben klaar. Ja, zal ik jou filmen, lopen? Je reactie? Ja, is goed. Ik ga voorop. Of je moet je ogen nog even dicht doen. Ik voel dat het echt zeiknat is. Ja, niet aanzitten denk ik. Is het hard? Ja, het is een beetje van dat haarspray-achtig. Daar is een spiegel, hè? Daar is een spiegel. Durf ik erin te kijken? Ja, ik ga jou in de spiegel filmen. Oh mijn god. Maar dit is het lijkt gewoon of iemand gewoon met zo'n poedergame, hoe heet dat? Ja. Nee, dat ziet er echt niet uit. Nou, nu mijn ogen wennen aan het donkere licht hier. Mijn creatie. Ik bedoel, dat heb ik mooi gemaakt, Marijn. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, geef niks, hè. Ik steek je hand te pakken. Ja, geef niks. Ik denk dat ik zo word neergestoken op straat. Nou zeg. Hoezo, dit ziet er toch gaaf uit. Het is keihard. Ja? Het is gewoon een helm. Toet. Ik ga bijna. Het is niet mijn stijl, maar je zou heel veel klanten hiermee kunnen werken. Ja, denk toch? Ik. Ja. Het is niet je kleur misschien, dat is het. Dat doe ik mezelf toch aan. Nee. Nou jongens, ik ga naar Kamasutra feestje. En terwijl ik daarin ga, gaat Marijn naar een zonnebrillenbeurs of weet ik veel wat het is. Kijk eens even, hè. Helemaal netjes aangekleed. Helemaal netjes met allemaal kreukels, dus we hebben hier een stoomert. Een stoomert? Een stoomert, je hoeft nooit meer te strijken, jongens. Geen strijken. In de Haag heb je ook een stoomert, hè? Een broodje A met E. Lekker hoor. A met E. Ik krijg altijd heel veel opmerkingen dat ik te weinig strijk, dus ik heb ook eigenlijk moet ik zo'n ding bestellen. Ja, dit is top hoor. Dit is echt top. Ik zag het laatst bij de Lidl. Toen dacht ik. Ben hem. Ik heb wat broodjes, ik heb mijn jacka. Dan ga ik er van jacka tussen. Zonder je wordt gebeld, Marien. Oh. Je wordt gebeld, je ride is er. Hey! Zo, altijd even gezellig met Marijntje. En nu ga ik weer helemaal vertief naar huis. Volgens mij zijn Jorgen ook al bij mij thuis, weet ik niet zeker. Roy belde me ook net. Wacht, Roy belde mij. Ik hoop dat hij vraagt om te chillen. Daar zou ik echt tant te veel zin in hebben. Why? Y'all! Volgens mij doet hij het niet, man. Nou, misschien belt hij nog maar terug. Eerst maar thuis even lekker edit, even mijn ding doen. Oh. En naar het toilet. Dat is hoog nodig. Hallo? Oh, are you the water? Hallo? Are you the water? Jongens, we zijn naar de kapper geweest. Kijk. What the fuck heb jij de naam gehad? Permanentje? Nee. Je weet niet eens wat een permanentje is, dat zijn krullen. Oh, dat is altijd permanent. Is toch mooi, kijk. What Wit. The fuck heb jij erin gedaan, man? Kijk, is toch mooi? Wanneer gaat dat eruit? Nooit. Gewoon uitgroeien.
Nee. Nee, het is nog niet spray, weet je wel. Oh, dan kan je er afspoelen. Je kan gewoon in één keer eraf spoelen. Ja. Jullie zitten Jackass te kijken. Ja, man. Dat is goed, die moet ik ook nog zien, denk ik. Dit is deze gasten. Weet je, die condoom challenge die over je hoofd en blijft zitten. En hij heeft dus een caravan, heeft die week opgespaard met zijn eigen pis. Nee, gaat hij met pis doen? Ik moet deze film zien. De nieuwe Jackass, jongen. Die gasten zijn allemaal fucking 40 en 50, ze doen het nog steeds. Hij moet jou. Hé, hey, lekker opgeruimd hier, of niet, mannen? Dikke handel. Al die dozen heb ik op zolder neergelegd. Top, het ruikt helemaal fresh. Dank u. Ik weet dat op het moment Hellal echt knijterdruk is. En dat hij speciaal voor mij vandaag plek heeft vrijgemaakt. Dus dat waardeer ik enorm. Dus als hij dit moet gaan wassen en zo, kost hem allemaal veel meer tijd. Dus ik ga hem daar niet mee belasten. Maar ik maak wel even een paar fotootjes. Kan ik het dan laten zien. Waarschijnlijk geeft hij toch amper een reactie omdat hij zo druk aan het werk is. Hoe noem je dat als je een dickpic maakt in het verkeer? Een flitspaal. Ik lijk wel een soort. Ik lijk wel gewoon zo'n oldschool discobal houden. Weet je wat je gewoon net op je kamer had? Zo'n breiding. Je moet gewoon zo. Moet gewoon zo. Heerlijk. Een van de lekkerste satisfying dingen in je week of in je maand is naar de kapper gaan. Gewoon dat je je fresh voelt. Omdat je gewoon loopt zo naar buiten en denk je. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I'm looking fresh, yo. Ik kan me niet vertellen dat jullie ook niet in de Zo, ik neem even 2 sixpackjes mee voor Hello and the Kids. Nieuwe smaak in de winkel vanaf 6 juni bij alle appies. En dan, dames en heren, heb ik eindelijk een hele grote aankondiging wanneer ze met mijn tuin gaan beginnen. Mid juni gaan ze beginnen. En dit keer gaan ze echt beginnen. Ik heb geen datum, maar de derde week van juni, 100%. En dan dat wordt content, jongens. Dat wordt lijp, hè, Hokke? Ja, dat wordt echt ziek. Want dan mogen we ook met alles helpen. Ja. Met partijen met wie we gaan samenwerken. En gewoon sowieso René Snijers die het gaat doen. Snijers tuinen. Ja, we mogen gewoon allemaal helpen. Dus we kunnen ook fucking leuk content maken. We kunnen kloten, we kunnen gek doen. We kunnen het gewoon op de dom manier doen. Die hele verbouwing. En natuurlijk wordt het wel netjes. Dus alleen met het slopen kunnen we helpen. Ja. Maar het wordt fucking vet. Dus gewoon, vergeet niet te abonneren voor die tuin. Dat komt eraan. En dan natuurlijk ook die RS6 helemaal verbouwen. Dat wordt ook knijtersdik. Dus dat gaan we ook helemaal doen. Die gaan we uitbouwen. Er komen echt vette dingen aan. Een trip rijden 10 dagen met de Lambo natuurlijk. Dus het wordt helemaal goud. Salam alaikum. We zijn bij Hellal. Hellal, wat zeggen we dan? Shokram, hè? Shokram. Eentje voor mij en eentje voor Safran. Die zag ik daar. Ja, die mag je hebben. Jij, die zag je op tv, hè? Ja. De vlog te kijken. Moet je maar kijken of je hem lekker vindt. Dat is shokram, hè? Hey, laat me jullie lachen. Ga jij eens proeven. Moet je ze eerlijk zeggen wat je vindt, hè? Ze zeggen altijd kinderen en dronken mensen zijn het eerlijkst. Even kijken. Nice. Nice. Kijk, maar dat moet je niet drinken, hè, maat. Dat is rotzooi. Er zit cafeïne in en heel veel suiker. En dit niet. Kijk, goed zo. Dan moet je die linker hebben. Jongens, help. Die kleine gaat toe. Niet ook. Niet ook zo, man. Niet ook. Kleine. Oh, die dit toelaten. Die kleine die doet er niks meer hapjes. Ik krijg geen focus niet meer, hoor. Niet te hoog, hè? Goed zo. Nu boven. Nu boven zijn hoofd. Boven zijn hoofd. Nee. Ja, genoeg. Scheer weg. Hallo, wil je zien hoe mijn haar er vandaag uitzag? Hallo, kijkers. Ja, zeg maar, vergeet niet te abonneren. En alhamdulillah, zeggen we dan. We zeggen tegen alle kijkers, salam alaikum. Salam alaikum. En dan aan het einde van de vlog zeggen we, bislema. Bislam. Hello, kijk, dit was mijn haar vandaag. Wat is dat? Wat is dat? Vind je het mooi? Nee. Nee, kijk eens, ik ben net een discobal, vind je het niet? Is wat? We gaan voor de 1000 abonnees. Wauw, yo. Hello, even weer lopen knippen, is niet normaal. Hello, Shokram. Hey, maatje. Beter dan ze hebben. Hey, Beslema? High five? Gaan er een foto gebeuren? Oh, jij wilde nog een foto, hè? Dat komt goed. Oh, gezelligheid! Dit is heel in groepen de poeps voor mijn lichaam. Goeie lekker, of niet, Roy? Biertje erbij, voetbal kijken. Zo is het. Kijk eens even, de afstand tussen de tv is net zo ver als mijn haargrens en mijn neus. Heel ver. Maar ze zie je dat het. Haargrens en je neus. Dat ik een groot voorhoofd heb. Ja, die heb ik ook. Ja, welcome to the club, bro. En toch zit je helemaal top, ondanks dat het zo ver is. Ik zit je toch lekker te kijken. Ja, dat is echt top. Ook zit wat meer dichterbij, is het ook lekker te vreten. Ja, het is ook wel echt een tante groot tv. 85 inch volgens mij. Ja. Dames en heren, het is weer zover. En Tom is in slaap gevallen. Hij heeft ons zoveel gefokt. Voor het laatst nog een emmer water onder de douche. Dus Don, deze is voor jou.
Dat zijn mijn kussens niet. Ja. Ja, maar ik heb geen haar, dus ik heb niks meer. Wat zijn die? Ik heb geen idee. Dat zijn mijn kussens niet en ik heb geen haar, dus waar maak ik me zorgen? Hij is pink van binnen. Je mag het van ook er mee. Dit kan dat ook wel een beetje rekenen. Nee, dat is niet. Mag 10 keer beter dan net. Nou, doen we het vaker. Ik lag dus wel bij jou te slapen. Slapen. Maar Etje lag te slapen bij jou. De bank. Etje. Ja. You know what, get that pussy boy. Roy gaat even duiken. Roy gaat even een duifrol pakken. Roy vertelt aan ons dat hij... Wacht wel, kom even hier voor het licht, voor het licht. Roy vertelt aan ons dat hij een duikbril op had. Maar wij kunnen alle drie niet geloven hoe Roy eruit ziet met een duikbril. Alleen om eraan te denken gaan we al helemaal stuk. Nee, je gaat niet zeggen dat hij nou terug gaat lopen met een duikbril. Nee. Kom. Waarom staat het je zo niet? Het staat je niet. Leuk of hij de zonnebank is. Ja, ja. Zo. En dan was het gewoon een kwestie van zo aandrukken zo. En dan ging ik gewoon lekker zwemmen. Waarom staat het je zo niet? Zo'n duimrand hem ook bij Frank. Hij lijkt op zo'n vader uit 2006. Oh. Met zijn ballenknijpers. Ja, met zijn speedo. Nou, het lijkt of hij onder de zonnebank vandaan komt. Dus dat was hem. Yes. Dat is allemaal mijn glas van de bodem aflopen. Van zo'n simpel verhaal naar dit. Gewoon. Ja, dit is... Waarom staat hem dat gewoon niet? Ik weet niet waarom. Het klopt niet bij zijn hoofd. Het klopt niet. Dat gaat zo stuk op. Helemaal gaaf dit. Ja, stop hou. Oh. Maar het werkt wel. Het werkt wel. Ja. Ik 2 uur lang heb ik alleen maar gewoon over de bodem heen gesloten. Dat is helemaal leuk. Met die duikbril op? Ja, zeker. Ja joh, schaamteloos. Ja. Voor wie moet je schamen? Er is niemand. Een zuurstoftank of... Een zuurstoftank of... Lachgastank? Kan ik zwemmen? Bliepen we er wel uit. Roy, tot snel. We hebben weer fantastische gesprekken gehad. Geen serieus. Roy heeft weer een verhaal voor mij gehad. Ik heb Roy een verhaal verteld. Daar gaat hij over nadenken. En ik heb een verhaal van hem gehoord. Daar ga ik weer over nadenken. Ja, precies. En zo ga ik er altijd weg. Ik ga ook zomaar eens nadenken. Ik zou wel erg goud kan worden als jij. Nou, dat wil je niet. Nee, dat klopt. Dat wil je niet. Je hebt het net allemaal op een rijtje, maat. Hou zo. Wat een goede gesprekken weer. Eindelijk weer echt zo'n OG Roy en Donna avond gehad. Ja, goed hè. Hey bro. Jij moet slapen. Oké. Okay. Ja, ik moet morgen 9 uur mijn bek hebben. Maar wat moet je doen dan morgen? Moet je voor hem van 9 tot 11 werken bij de Vos. Eetcafé. Verdient Donnie genoeg dan? Tenminste, verdien je bij Donnie genoeg? Ja. Wow. Maar dat is gewoon de Vos. Is dat een restaurant? Eetcafé bij ons in het dorp. Oh, dat is wel lachen. Maar Jorgen ook en met z'n tweeën gewoon een hele krat opgezopen. Dus en jij moet morgen gewoon. Moet die 9 uur in de. Gewoon 13 uur werken. Ja, weet je. Kleine troost. Ik moet morgen ook om 10 uur eruit. Maar je moet morgen veel eerlijk uit. Hij zegt, ik blijf een minuutje weg. Kom krap. Ja, zit al een kwartier te wachten. Ja, een kleine geitje heb je gehad. Roy en ik hebben een goed gesprek. Nee, het is 3:15. We moeten nog 1/2 terug naar huis. Dus 4 uur liggen in je nest. Hé, maar je kan wel in de auto al slapen. Puur je winst. Hé, tel uit je winst. Ja. Niffal. Ga ik dat zeker doen. Niffal. Is in jouw geval kan je dat letterlijk zeggen. Ja. Of een pauw heb je gewoon in de auto. Ja, ik zou het zeker doen. Nou, met mijn rijstijl gaat dat niet lukken. Nee, Roy. Was gezellig, maat. Snel, bro. Heb ik alles? Volgens mij wel. Ja, weet ik niet. Je vergeet je verstand. Heb je verstand mee? Wat is dit is gewoon eng, dit. We kennen het allemaal heel goed. Vuile teringleier. Hey, later. Oh, we lachen, heel die lul. Die was wel weer scherp. Die is wel weer scherp, hoor. Tyrion. Hey, laat de pik. Ik sta hier gewoon echt met moeite om weg te gaan, hè. Oh, het is dat hun weg moeten, maar ik had hier gewoon tot 6 uur 's ochtends gezeten. Ja, hell yes, vast. Ik had daar nog uren aan de bar
barst heeft een beetje. Ja, het is niet normaal. Hoor, wij kunnen lullen als brug, man. Ongelooflijk. En anders niks. Maat, love you bro. Ik ga er tussen. Yo, yo. Zo, dan gaan wij de auto pakken terug naar huis. Holy shit, dit is op mijn hemel. Gaan we slapen? We gaan slapen. Ah. We gaan powernippen. Wapend om te snurken, ik word echt boos. Jor snurkt niet, behalve als ze slapen. We hebben nog maar 4 uur slapen, dan zeggen we snurken en maak je maar. Nou, daarom gaan we powernappen. Maar Jor bouwt het op, hè? Ja, het is voor jullie meer powernappen dan slapen. Maar Jor begint zo. En dan is het. En dan is het. En dan is het. Mooi geweest. Ken jij die TikTok zou nou ook laten weten in. Goed, dan maar die microfoon. Oké, okay, nou zo mogen. Ja, jongens, slapen ze zeer goed, ja? Ja, slapen ze. Succes met powernappen, ik ga echt slapen. Tot morgenavond. En dan? Dan gaan we toch naar Duitsland? Jazeker, oké. Okay. Ruksen. Ik moet nog even al mijn kleding van mijn bed afhalen. En dan is het tijd om lekker te gaan slapen met mijn frizzy chops. Wat een ontzettende leuke dag met Marij, met Roy, met die gasten. En we hebben ons weer helemaal doodgelachen. Ik hoop jullie ook. Vergeet niet te abonneren. Zie ik jullie morgen om 5 uur. En dan ga ik zeggen wat ik altijd zeg. En dat is een zwaan, dus is niet prettig. Als jij hem dan zelf ook gebruikt. Wat zeg je? Voor 5 euro. Maar ik maak een filmpje, dus dat is anders.